enna na yora ewa mayo madini siama yere na anda o mayo madini siama yere na baba o mayo papa iye bimama kolon kalanti baba lai Mereltje, in welke organisatie ben jij? Vrede leven. En wat is vrede leven? Vrede leven is op speelse en creatieve wijze een beetje een zinvolle betekenis achter dingen achterhalen. Dus als we dingen doorhebben, dat ze niet weten. Perfect. Ik had het beter zelf niet beter kunnen zeggen. En wat is dit dan? Dit is de vrede. We gaan vandaag bij Usher krijgen we vrede. En vandaag is het thema afscheid nemen. En dan gaan we vragen aan de mensen van goh, als jullie denken het afscheid nemen van UCK, waar denken jullie dan aan? Nou, dan kunnen ze zeggen dat ze de workshops heel creatief vonden van UCK. Laten we ze op een veeltje het woordje creatief opschrijven. En weer een beetje achterhalen van goh, als je creatief hebt, wat zou dat hier dan kunnen zijn? Nou, creatief. Creatief zou kunnen zijn een aardbei. Creatief zou kunnen zijn een appel met een beetje munt bij elkaar. En dan stop je in de blender. En van elk beetje wat we krijgen, maken we één grote shake van. En dan gaan we er met z'n allen op drinken. Ter afsluiting van UCK hier. Yay. En dan hangen we dat, waar is de tak voor dan? Oh, die tak is voor om alle veeltjes op te hangen. Wat mensen UCK toewensen of wat ze van UCK vonden. Die hangen weer op aan de tak. En die mag UCK dan meenemen. Dat ze alle positieve berichten van de mensen hier uit de wijk mee kunnen nemen. Super chill. Dus echt een levend bewijs en een aandenken. Ja. Nice.